We hebben de afgelopen week heel vaak de vraag gekregen hoe je het best een eitje kan pellen. En dat is iets waar we allemaal wel eens problemen mee hebben gehad. Dat je probeert te pellen en dat het allemaal meegenomen wordt, het eigeel. En dat het eigenlijk helemaal niet meer mooi uitziet. Daar is eigenlijk een vrij makkelijke oplossing voor. En dat ga ik je nu laten zien. Oké, dus je wordt in de ochtend wakker en je hebt zin in een lekker gekookt eitje. Het is natuurlijk hartstikke fijn als je die ook makkelijk kan pellen. Daar is een hele simpele oplossing voor. Ik heb hier namelijk net een eitje gekookt en dat ga ik voor jullie laten zien. Het is de bedoeling dat je het eitje eerst laat schrikken. Wat houdt het in? Op het moment dat je het eitje uit de pan haalt en hij is dus gekookt, dan leg je hem eerst even in koud water. Dus het ei begint op dat moment eigenlijk aan de binnenkant een beetje los te laten, wat het pellen al een stuk makkelijker kan maken. Maar dan is er nog een manier. En het enige wat je daarvoor nodig hebt is eigenlijk een glas met een klein laagje water erin. Dat ga ik je laten zien. Dus het eitje zit in het glaasje met water. En wat je nu gaat doen, je gaat je hand op de bovenkant van het ei leggen en je gaat het glas schudden. Dus als je dit 10 seconden lang gedaan hebt en je haalt het eitje eruit, dan zie je dat hij al helemaal gebarst is. En dan is het nu eigenlijk nog een kwestie van het eigeel er heel snel en makkelijk afpellen. Binnen een paar seconden. Hiermee heb je dus nooit meer moeite met het eindeloos gepel van een eitje. Of dat je het een aantal keer overnieuw moet doen. Dus ik hoop dat jullie hier heel veel aan hebben gehad. Vond jij deze video nou leuk? Vergeet je niet te abonneren. Geef even een duimpje omhoog. En als je vragen hebt, stel die in de reacties. En dan gaan we die allemaal één voor één bekijken. En wie weet zit jij in de volgende video van ons. Ik zie je de volgende keer. Bye, handig. Dat is handig.